hoe zorg je ervoor dat jouw dag niet verpest wordt door iemand die jou in het verkeer een middelvinger geeft? Hallo, mijn naam is Tanja Hebrecht en ik ben wellness- en lifestyle coach. En vandaag ga ik eens iets anders vertellen dan wat jullie van mij gewoon zijn. Normaal help ik mensen met een gezondere levensstijl en help ik mensen om hun eigen business op te zetten in de wellnesssector. Maar een van mijn favoriete uitspraken is: the way you do something is the way you do everything. En dat gaat ontzettend op voor wat ik jullie vandaag wil vertellen aan de hand van iets wat ik gisteren in de realiteit heb meegemaakt. Ik bracht gisteren, zoals elke woensdagnamiddag, mijn dochter naar de gitaarles. En dat is in Gent. En voor wie Gent een beetje kent, dat is vlakbij de Decascoop. En om er naartoe te rijden, moet ik op een bepaald moment een manoeuvre maken waarbij ik met mijn wagen helemaal van rechts kom en ongeveer 150 meter heb om vier rijvakken over te steken, om dan links voor te sorteren, om dan links af te gaan en de ring op te rijden. En uiteraard, voor ik dat manoeuvre maakte, keek ik goed uit en zag ik welke wagens hoe snel van hoe ver aankwamen, voor zover ik dat kan inschatten. En ik dacht, oké, ik red het wel, want die laatste, dat wordt misschien een beetje tricky, maar hij, die moet toch stoppen, want het is rood. Die moet dan toch afremmen en ik kan er wel tussendoor. Dus ik heb dat zo gedaan. Maar die meneer, die kwam afgevlamd op dat linker rijvak, die dacht er een beetje anders over. Dus ik voerde mij nog even in. En meneer kwam volle vaart af en reed tot helemaal dicht tegen mijn auto om dan ostentatief op de remmen te gaan staan. En om te klaksoneren alsof dat zijn leven ervan afhing. En om mij dan ook nog een keer flinke middelvinger te geven. En toen ik dan in de spiegel keek, zag ik hoe hij zat te vloeken en zich helemaal zat op te winden. En we waren eigenlijk al een beetje aan de late kant, dus ik zat al een klein beetje onder stress, oké, dat gevoel. En ik dacht, oké, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan mij nu helemaal opladen en ingaan op het gevoel dat naar boven komt van boos en woede en vloeken en wie denkt jij wel en dit en dat. Of ik kan hier ook mindful mee omgaan. En ik heb mij daar zelf in getraind. Want weet je, ik ben een vrouw, ik ben blond, ik rijd in een kleine wagen en ik krijg dus geregeld wel eens een middelvinger in het verkeer. Dus ik kan me daar een beetje... Ik heb daarop kunnen trainen. En weet je wat ik dan doe? Ik verzin een verhaal. Dat heb ik ook gisteren gedaan. En mijn dochter zat bij mij en ik ben dat verhaal beginnen vertellen. Natuurlijk, dat verhaal is niet waar, maar dat maakt niks uit. En ik heb gezegd van, god, dat is nu toch wel erg, die man Ogarme. Die is vanmorgen opgestaan, die had eigenlijk niet zo goed geslapen, want er hing zo wat spanning in de lucht met zijn vrouw. En zijn vrouw heeft vanmorgen gezegd dat ze het eigenlijk niet meer ziet zitten. En door dat gesprek moest hij dan zijn kinderen naar school brengen. En ze waren te laat en op de koop toe had hij die ineens zijn boterhammen vergeten. En hij dacht toen in de wagen van shit, hoe ga ik dat allemaal doen met die drie kinderen? En dan kwam hij te laat op zijn werk en dan was zijn baas nog eens kwaad van hey, waar zat je? En binnen de kortste keren voelde ik mededogen voor die man. En oké, gebaseerd op een verzonnen verhaal. Maar dat maakt niet uit. Want weet je, ik voelde mij relaxed. Ik voelde mij zen. En om dat uiting te geven en dat ook naar die man te communiceren, heb ik gewoon in mijn spiegel gekeken en gelachen en is gezwaaid. En wat dat met die man heeft gedaan, dat weet ik niet. In het beste geval heeft hij daar ook een goed gevoel aan over gehad. Maar in elk geval, mijn dag is er niet door verpest. Want weet je, het is zo gemakkelijk om je dan te laten gaan in woede en frustratie enzovoort. Maar dan ga je zien, hè? Dan kom je in een cascade terecht van allemaal dingen die tegenzitten, allemaal negatieve situaties, waardoor dat je dan nors gaat reageren op de mensen die je tegenkomt. En ik was misschien lastig geworden op mijn dochter, enzovoort. En nu is dat allemaal niet gebeurd. Want weet je, ik heb geleerd om mij dan af te vragen, goh, hoeveel dagen heb ik hier nog? Ik weet het niet.
Maar ik heb in elk geval geen zin om mijn dag te laten verpesten door een man die mij in het verkeer een middelvinger geeft. Voilà, dat is een manier waarop je ermee kunt omgaan. Dus gewoon een verhaal verzinnen. En dan heb je mededogen. En vanuit dat mededogen gaat je gevoel alleen maar verbeteren en krijgt in het beste geval die andere persoon ook een goed gevoel. En zo maak je de wereld een beetje mooier. Dat wou ik gewoon even met je delen op deze mooie lentedag. Geniet ervan. En tot de volgende. Bye bye.